tulpenvelden staan deze weken in volle bloei. Bijvoorbeeld langs de kaasrechte wegen in de Noordoostpolder. Toch is die kleurenpracht zo weer verdwenen. Want agrariërs zijn volop bezig de tulpen te koppen. Daardoor groeien de bollen in de grond beter. Agrariër Gerard Slootman is druk met de tulpen. Hij zegt dat de tulp een zwakke plant is en dat het spannende tijden zijn voor tulpentelers op dit moment. De tulpentijd is voor ons in die zin speciaal op dit moment omdat alles bloeit. En alles langzamerhand ook in bloei komt, want alles bloeit gelukkig niet tegelijkertijd. Daarom is het speciaal, omdat we heel veel kleuren hebben en dat allemaal weer precies na willen lopen, dat het er weer goed uitziet met zieker uithalen. Gezond houden, de koppen er op tijd af en zorgen dat ze lekker groeien door op tijd een klein beetje kunstmest erbij. Daarom is het op dit moment speciaal en omdat het een deel is van ons inkomen, wij proberen hiermee jaar rond een inkomen te verwerven omdat we die bollen die we oogsten, die verkopen we weer aan de broeierijbedrijven en die gaan eigenlijk heel de wereld over naar de exporteurs. Intussen kunnen dagjesmensen nog even genieten van de kleurenpracht. Een speciale attractie is het Mondriaanveld bij Krijl. Evenementenorganisator Margot Maljaars vertelt erover. Bloemen worden mensen altijd vrolijk van. Nou, dat geldt ook voor de tulp. Dus ja, wij ontvangen hier eigenlijk alleen maar blije mensen. En die komen van over de hele wereld. Wat ons opvalt dit jaar is dat er vooral heel veel Aziaten zijn. En wij hebben een Mondriaan liggen aan de Noordermeerweg, 6000 vierkante meter groot. In het kader van 100 jaar de stijl dit jaar en 75 jaar Noordoostpolder droog. Ja, dat is een kleurrijk tulpenveld. Mondriaan is bekend om zijn rechte lijnen en zijn vlakken. En dat hebben wij nagemaakt met tulpen in het rood, wit, geel en paars. En af en toe dan een bed tussendoor niet ingeplant, wat de zwarte lijnen zijn van zijn schilderijen. En ja, het is gewoon heel mooi, rechtlijnig. Het symboliseert zeg maar de Noordoostpolder.